ken een plek om op verhaal te komen, waar de hele wereld samenkomt in het klein. Hier maakt men de weg voor je vrij, door het digitale oerwoud, totdat je zelf durft. Een grote plek waar de een leest om te leren en de ander leert om te lezen. Welkom, want het is een bijzondere dag. We vieren 75 jaar ProBiblio. Van harte gefeliciteerd aan de organisatie, maar ook alle directie, maar alle collega's van de organisatie die hier zijn. Met 75 jaar, een fantastisch mooie mijlpaal en ook een hele mooie dag om hierbij te zijn. Ik vond het een fijne, verbindende dag. Ik heb heel erg genoten van de themaverbinding ten opzichte van polarisatie. En het leuke vond ik dat iedere spreker, in iedere werkgroep, iedere sessie, dat thema weer terugkwam. Nou, ik ben net naar een deelsessie geweest van Danielle Schreurs. Het gaat over generatieverschillen van boomers tot zoomers. En nou ja, we kennen allemaal wel die oudere collega's dat je denkt van hé, kan je niet ietsje soepeler zijn? Blijkt, toen ze jong waren, waren ze net zoals jij. En dat vind ik echt ontzettend leuk om te leren. Ik heb de workshop bijgewoond van eenzame jongeren. En dat vond ik een hele goede en ook eentje die me raakte. Ik heb een co-creatiesessie meegemaakt van social design thinkers. En dat was mij een eye-opener om te merken dat een hele concrete vraag eigenlijk de beste vraag is. Meestal stellen wij hele brede vragen. Hè, van wat is je behoefte, wat wil je doen? Maar juist de concrete vraag is voor hen veel gekaderd. En daar kunnen ze veel meer op aanslaan. Dus ik vond dat een eye-opener voor mij. Vanochtend was Floor en Teun, die gingen de wijk in en met iedereen in gesprek. Wat speelt er? En blijft me wel bij en ik wil dit zelf ook wel proberen. We hebben allereerst de beste bibliotheek van Nederland gekozen en dat is de bibliotheek Durmen. Volgende prijs is jeugdspecialist van het jaar en dat is Jacqueline Terwijn. Natuurstukje vond ik prachtig, want we zijn verweven met de natuur. En die duurzaamheid kun je ook weer betrekken op een bibliotheek. Hoe ga je met elkaar om? Het Ubuntu. Dus ik ga helemaal geënthousiasmeerd weg. Dames en heren, vraag jezelf af. Wat neem ik mee en wat laat ik achter? Want het gaat niet om wat je meeneemt. Wat je achterlaat, is de zin van het leven. Dank je wel.